Beste perenaar, het zijn ongeziene tijden met ongeziene maatregelen, maar wel heel noodzakelijke maatregelen. Het gevolg is wel dat er een heel aantal mensen vastzitten, eenzaam zijn en bijvoorbeeld in de woonzorgcentra ook geen bezoek meer kunnen ontvangen. En daarom wil ik een oproep doen aan de mensen van Per, aan de kinderen, om allemaal tekeningen of brieven te maken, zodat we deze kunnen verdelen onder de mensen die geen bezoek meer kunnen ontvangen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, laat uw inspiratie bovenkomen en bezorg ons de brieven in de brievenbus van het poorthuis, met daarop de tekst: een peer onder de riem steken. En dan zorgen wij dat de brieven, wanneer ze veilig zijn, dat we ze, ze minstens een aantal dagen hebben laten liggen, dan zorgen wij dat deze terechtkomen bij de mensen die. Ze kunnen gebruiken. En ik denk dat dat een heel klein gebaar is, maar wel een heel warm gebaar. En dat we op die manier laten zien dat we als Peer samen sterker uit deze crisis kunnen komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.